Hallo en welkom in deze winactievlog. In deze vlog maak ik bekend wie de actie of de winactie van Actie Camping Card en de campinggids heeft gewonnen. En daarnaast maak ik nog een nieuwe winactie bekend. Dus blijf kijken. En het leuke nieuws is dat ik niet alleen één persoon mag blij maken met een campinggids en een campingkortingskaart van Actie. Maar zelfs twee. Dus ik mag twee mensen of twee gezinnen blij maken met deze actie. Oh, daarachter staat is Lea, die is het nijntjespel aan het doen. Hier staan wat dozen en wat was. En dat heeft te maken met de Airbnb die we hebben. Dus ja. Let even daar niet op. En wat ook leuk is, wat ik dus zag wat Actie heeft meegestuurd als verrassing. Ik mag dus niet alleen de gewone Europa campinggidsen meegeven. Maar ook nog de klein en fijn kamperen gids plus de kaart die erbij hoort. Hier staan 2029 kleine en gemoedelijke kampeerterreinen in. En je krijgt daar dus een gratis klein en fijn kamperen app bij. Super handig. We zijn afgelopen weekend in richting Groningen geweest. En hebben daar op de Bonnefoy een camping uitgezocht. Middels die app. En ja, middels de kortingskaart hebben we daar veel minder betaald dan dat je normaal zou betalen. Ik heb hier de mensen ingedaan die meedoen. En we gaan twee winnaars loten. En ik ga kijken of Lea me wil helpen. Lea, wil je me helpen twee kaartjes hieruit te pakken? Ja, kom maar. Nou. Eerst nummer 1. Pak maar eentje eruit. Deze? Ja. Gaan we kijken wat erop staat? Winnaar nummer 1 of winnares is... Wie is het? Corinne Verbergmoes. Gefeliciteerd. Jij. Moet ik dat zeggen? Gefeliciteerd. De tweede winnaar of winnares is... Hey, vijf. Oh, heb je er twee? Ja. Wie staat erop? Renske Boot. Gefeliciteerd, Renske. Nou, Corinne en Renske, als jullie me even een persoonlijk bericht sturen, dan weet ik waar ik deze mooie gidsen en kaarten naartoe mag sturen. Oké. Okay. We hebben op ons kanaal 2000, eigenlijk inmiddels meer dan 2000 abonnees. En daar ben ik super blij mee. En dat? En dat? Doe maar hierin, schatje. Daar zijn we heel blij mee. Welkom aan alle nieuwe abonnees. Leuk dat jullie hier zijn en dat jullie bij de community horen, zoals je dat zegt. 2000 abonnees verdient natuurlijk ook een winactie. Wat ik graag wil doen, zijn twee dingetjes. Zoals jullie misschien gezien hebben in eerdere vlogs, ben ik bezig met het opstarten van een eigen onderneming. Het staat nog niet helemaal. Ik ben bezig met de site, met de naam, met een logo enzovoort. Maar dat neemt niet weg dat hetgeen wat ik doe, dat dat echt mijn hart heeft. En dat is wat ik aan een van jullie cadeau wil geven. En dat is dus een winactie ter waarde van... Ik ben nog bezig met de tarieven. Ik vind het lastig. Ik wil dat het betaalbaar is. Dus het staat nog niet helemaal. Maar het is ter waarde van tussen de 65 en de 100 euro. Want je mag kiezen tussen twee opties. Optie 1 is een workshop voor een groep van minimaal 2, maximaal 4 personen. En optie 2 is een individuele sessie. Wat gaan we doen? Als jij op een kruispunt staat... Zij het bijvoorbeeld dat je afgestudeerd bent, maar je weet niet wat je nu gaat doen. Of je zit in een tussenjaar. Of je zit al in een bepaald beroep, maar je denkt, is dit het nou? Of je bent een tijdje of al langer kerstverse ouder of al langer ouder. Een tijdje kerstverse ouder, ja. Maar met al het zorgen voor de kinderen ben je jezelf een beetje kwijtgeraakt. En je denkt, ja, waar blijf ik nou? Of je bent gewoon toe aan iets nieuws. Je bent het oude zat en je wilt iets heel nieuws proberen. Maar je weet misschien nog helemaal niet wat. Of je bent iemand die zegt... ik heb nooit leren dromen. Ik weet niet eens hoe dat moet. Of je hebt misschien al dromen. Maar je zou niet weten hoe je een eerste stap in de richting van je dromen zou moeten zetten. Dan wil ik je uitdagen om mee te doen aan deze winactie.
Laat onder deze video even weten dat je meedoet en voor welk pakket je kiest. Het groepspakketje voor 2 tot 4 personen of het individuele pakketje 1 op 1. Wat we dus gaan doen is, we maken een prachtig vision board. Dat is echt ontspannen, creatief, gezellig, maar ook diepgaand. En aan het einde van die sessie, zeg maar, neem je echt iets mee naar huis. Waarvan je zegt, daar kan ik iets mee. Dat is echt een stap in de richting van mijn dromen. Dus het is niet alleen wazig dromen, maar het is echt erachter komen. Wie ben jij? Wat vind jij vet? Waarvoor wil jij gaan? En dan ook de tools, een handreiking om daar al een eerste stap in te zetten. Dat is wat ik super tof vind om te doen. Wat ik al bij een aantal proefpersonen heb mogen doen. Wat ook heel leuk is uitgepakt. Binnenkort komt er meer over op een site enzovoort enzovoort. Maar ja, dat is iets wat ik heel graag met 1 of 2, 3 of 4 van jullie zou willen doen. Nou ja, genoeg gepraat. Als ik je interesse hebt gewekt en je wilt meedoen, dan laat het weten onder deze video. Hoe, wat, wanneer, waarom. Waarom heb ik net gezegd, wat ook. Ik ben bereid om jullie kant op te komen, maar het is ook prima als jullie zeggen, nou, we willen bij jou komen. Dat kan ook, of een locatie, onafhankelijke locatie, kan ook. Ja, lieverd? Hoe ben je ze allemaal op een rijtje aan het leggen? Goed, ze schat. Maar goed, waar, dat stemmen we dan gewoon even af. En ik kan dus ook jullie kant op komen met mijn koffertje en met mijn materialen. En ik heb er super veel zin in. Het lijkt me echt tof om een van jullie ook echt dan zo persoonlijk te mogen leren kennen en samen te sparren daarover. Ja, oké. Genoeg gekletst daarover. Winactie 2, en dat is misschien leuk voor de iets jongere kijkers onder jullie. Ik vind het gewoon super leuk. Oh ja, die vind jij leuk, hè? Zal ik die dadelijk voor jou even vullen? Ja. Ja. Ik doe nog één zin vertellen en dan kom ik die vullen voor jou. Vind je dat goed? Ja. Oké. Zoals jullie misschien wel gezien hebben, is een van mijn guilty pleasures het maken van dat soort armbandjes. Ja, en dan heb ik het over die achterste. Want die voorste, ja, dat zou ik wel willen dat ik dat kon, maar dat kan ik niet. Maar die achterste wel. En ik vind het leuk om voor een van jullie een armbandje te maken. Je mag dan zelf kiezen welke kleur. Je mag minimaal 2 kleuren kiezen, maximaal 4 of zo. Dus als je een armbandje van ons wilt, ik kan ook leerde kleurtjes laten kiezen als jullie dat leuk vinden. Dus als je een armbandje wilt van ons, dan laat het ook even weten onder deze video. En ook welke kleur je mooi vindt. Dan komt dat ook jullie kant op. Nou, dat was deze vlog. Ik heb veel te snel gepraat volgens mij. Maar dat komt omdat ik de dingen een beetje tussen de bedrijven door moet doen. Omdat Lea thuis is. En omdat ik de Airbnb van volgend weekend klaar moet maken. Maar goed. Hi. Nou, lieve mensen. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En wellicht tot de volgende vlog. Doei doei.